Soms zou ik gewoon wel naar het einde van de wereld willen fietsen. Weet je wel, naar een lange zwarte weg die eindigt in helemaal niks. Diep in mijn hart hoop ik dat ik door medewerken aan deze documentaire dat ik ook weer een beetje aan de bak raak. Dan denk ik ook weer dat het een documentaire is voor de jeugd en ik ken geen regisseurs van onder de 18. Volgens mij is het eigenlijk gewoon helemaal afgelopen met me. Het is natuurlijk niet belangrijk wat andere mensen denken. Uiteindelijk is het gewoon wat je zelf denkt, wat je zelf vindt. Kijk, zolang ik zelf maar weet wat ik waard ben. Ik weet ook dat ik niet zo'n intelligente oogopslag heb, bijvoorbeeld als Tom Hofman. Kijk, hij heeft er zelf ook geen in, maar ja, daar is hij een filmacteur voor. En geen tv-acteur zoals ik. Diep in mijn hart, als ik diep in mijn hart kijk, dan zou ik ook wel filmacteur willen zijn. Nu ben ik eigenlijk helemaal niks. Ik weet nog steeds niet of het nou een depressie is of niet. Want kijk, ik heb er nog nooit een gehad, dus hoe kan ik het dan weten? Ik heb geen vergelijkingsmateriaal, weet je. En als het er een is, een depressie, ja, dan weet ik niet of het iets met mijn jeugd te maken heeft. De knappe handeling maakt het bijzonder dat van het punt tot voor Openveld te scoort, terwijl Martina niet te zien is. Martina, waar was je? Ja, ze had de vloedkring kartoffelapparaat gegeten. Dat deze documentaire voor de jeugd gemaakt is, dat hoeft nog niet te betekenen dat kutgevoel dat ik heb, dat kuthumeur, dat ook direct met iemands jeugd te maken zou moeten hebben. Want ik bedoel, ja, iedereen heeft een jeugd. En wat betekent dat eigenlijk, jeugd? Gasties van 9 of 10 jaar, weet je wel. Die zitten er op het moment middenin. Dus wat dat betreft zou je het misschien beter aan hun kunnen vragen. Ja, ze had de vloedkring kartoffelapparaat. Ik weet niet, maar ook al lijkt het net alsof die jonge gasten zich nooit zo kut en kloten voelen als dat ik mij op het moment kloten voel. Ja, ik weet niet, ze laat het in ieder geval niet merken. En veel minder. Als ze het laten merken, dan laten ze het waarschijnlijk veel minder merken dan iemand die dus ouder is. Wat moet dat betekenen, meneertje? Dat is mijn mascotte. Ze kunnen je leven, meneertje. Ik ben drink wel geluk. Kom maar eens uit, meneertje. Kom maar eens uit, meneertje. Sorry, ja. Heeft u wat gedronken? Ja, vanmorgen bij het ontbijt een kopje thee met suiker. Blaas me maar eens even. Dus dat ik me de laatste tijd zo kut voel, dan ligt het volgens mij toch aan mijn jeugd. Ik kan gewoon niks anders bedenken. Ja, misschien dat ik al langer dan een half jaar geen werk meer heb als tv-acteur. Kijk, daar word je humeur ook niet beter op. Laatst was er nog zo'n fijne collega van me uit het vak, weet je wel, ex-collega dan. En die zei dat hij het helemaal niet vreemd vond dat ik al zo lang zonder werk zit. Omdat ik dat te danken heb aan het feit dat ik altijd zo'n kuthumeur heb. Ik weet bijna voor 100% zeker dat ik dat humeur nog niet had. Tenminste, zo kut als dat mijn humeur nu is, was het in ieder geval nog niet. Toevallig heb ik gisteren op straat nog wel aan een jongetje van een jaar of 10 gevraagd of hij mij kon vertellen of hij dacht dat zijn kuthumeur, als hij dat had, aan zijn jeugd lag. Maar zulke dingen die hebben geen enkele zin, die hebben totaal kein Zweck, zoals ze in Duitsland zeggen.
Want volgens mij begreep hij wel geen ene reet van wat ik zei. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling, weet je wel. Dan zijn we nog veel verder van huis als we op die manier die problemen gaan benaderen. Kijk, zo'n ventje, daar heb ik helemaal niks aan. Zo'n ventje van om de hoek. Maar het lullige van het hele verhaal is, ja, dat ik ook niks aan mezelf heb. Van mijn hele jeugd herinner ik me namelijk geen enkele klote, geen ene bal. Ik had het veel te druk met, weet ik veel. Ik zei net dat ik me geen ene klote van mijn jeugd herinner, dus is ook wel logisch natuurlijk dat ik niet meer weet waar ik het toen zo druk mee had, weet je. Maar daarom kan ik me zo moeilijk voorstellen dat kuthumeur van mij met mijn jeugd te maken heeft. Gewoon omdat ik me dus helemaal niks meer van herinner. Ik kan het me wel voorstellen. Ik bedoel, qua logisch denken zou ik me kunnen voorstellen. Ik kan me er een voorstelling van maken dat het zo is. Maar ik kan me niet meer voorstellen waardoor het dan ook daadwerkelijk zou komen. Als het mijn jeugd zou zijn. Het is nurture or nature, dat heb ik laatst gelezen. Maar weten ze wel wat ze schrijven, weet je? Ligt het aan de nurture, aan de voeding? Of ligt het aan de nature, aan de natuur? En als het eraan ligt, waar ligt het dan aan? Hè? En wat? Wat ligt waaraan? Volgens mij ligt het dan nog eerder aan de jeugd. Ik geloof nooit dat het aan mijn voeding heeft kunnen liggen. Of aan mijn natuur.